Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie mijn ervaring delen van het bevolkingsonderzoek. Ik heb best wel getwijfeld of ik deze video wilde opnemen, want het is best wel persoonlijk. Maar ik merk ook dat er gewoon niet zo heel veel informatie over te vinden is. En ik hoop ergens ook met deze video mensen te inspireren om het misschien toch te doen als je twijfels hebt. Of misschien dat je in zo'nzelfde situatie zit als waarin ik heb gezeten. Want ik zal er gelijk bij zeggen, mijn onderzoek was niet direct heel positief helaas. Dus ik hoop eigenlijk met deze video misschien ook wat meer bekendheid te geven. En misschien ook duidelijk te maken dat het best wel belangrijk is om toch mee te doen aan dit onderzoek. Dus mocht je nou benieuwd zijn naar mijn ervaring met het bevolkingsonderzoek en hoe het verder allemaal verlopen is, zou ik gewoon zeggen, kijk even mee met deze video. Nou, voor de mensen die het misschien niet weten, wat is het bevolkingsonderzoek nou? Bevolkingsonderzoek is een onderzoek waarbij ze kunnen kijken of een vrouw cellen bij zich draagt die niet helemaal goed zijn en of je HPV hebt. Dus er wordt bij, ze noemen dit, wat ze dus doen is een uitstrijkje en ze nemen wat baarmoederslijmvlies af en dat wordt opgestuurd en dan wordt er gekeken of er dus HPV te vinden is en eventueel slechte cellen. Je kunt tegenwoordig het onderzoek op twee manieren laten doen. Namelijk gewoon bij de huisarts, zoals het eigenlijk al jaren is. Maar sinds een paar jaar kun je ook een thuistest doen. En dit hebben ze eigenlijk erin gebracht omdat ze merkten dat heel veel mensen eigenlijk, of heel veel vrouwen, geen gehoor gaven aan de brief, de uitnodiging van de brief. En het is natuurlijk toch wel belangrijk om te weten of dat je gezond bent op dat gebied. Het bevolkingsonderzoek is geen, het is geen moeten, het is wel een vrije keuze. En over het algemeen vindt dit onderzoek plaats bij vrouwen die 30 jaar zijn. Heel af en toe kan het zijn dat je het al op eerdere leeftijd ondergaat. Stel dat je tussen de menstruatie door wat bloed verliest, dan je gaat ermee naar de huisarts, kan een huisarts dus zeggen, nou, we gaan toch eventjes een uitstrijkje maken om te kijken of daar wat zit. Ik werd afgelopen september 30 jaar. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb altijd gezegd, ik wil dat niet. Ik vind dat helemaal niks. Ik vond dat zo kwetsbaar. Ik zag het niet zitten om dat bij een huisarts te laten doen. Tot ik las over het thuisonderzoek, of de thuistest eigenlijk. Ik was 30 geworden. Ik kreeg eigenlijk binnen een maand ook die brief al op de mat met de uitnodiging dat ik mee kon doen. In die brief stond ook vermeld dat ik het ook een thuistest kon aanvragen. Dit heb ik gedaan. Dit ging door middel van de DigiD invullen en dan kon je dat aanvinken en hij werd naar je opgestuurd. Ik had deze test binnen een weekje ook binnen. Er zitten wel voor- en nadelen aan de thuistest. De voordelen zijn dat je de thuistest gewoon in je eigen vertrouwde omgeving kunt doen wanneer het jou uitkomt. Er staat ook geen datum op, je moet dit voor dan en dan terugsturen. Nee, je doet het gewoon op je eigen tempo wanneer het jou uitkomt. Dat vind ik wel een groot voordeel. Het nadeel vind ik bij het thuistestje dat ze alleen kunnen zien of je HPV hebt. En als je dus HPV hebt, is de kans dat er baarmoederhalskanker kan komen wat groter. En dan wordt er aangeraden om dus alsnog naar de huisarts te gaan voor een uitstrijkje. En ja, als je daar dus al zo tegenop ziet, is dat wel eventjes heel naar dat je dan alsnog naar de huisarts moet. Omdat je eigenlijk dan nog die drempel over moet. En heel veel vrouwen doen dat dan toch niet, omdat die drempel echt te groot is. Maar ja, ik kreeg op een gegeven moment testje binnen. Het testje is eigenlijk, het is een kunststof applicatortje waar twee pootjes aan zitten.
en een kwastje in zit. Je moet van tevoren even goed je handen wassen. Je moet het dopje eraf halen. Dan breng je die applicator breng je in. Als die pootjes tegen je huid plooien, zit die goed. Nou, dan moet je hem even goed tegenhouden. Dan moet je met je andere hand het kwastje eruit duwen. En dan moet je 5 keer ronddraaien. Nou, elke keer dat je ronddraait, hoor je een klikje. En als je dus 5 klikjes hebt gehoord, ben je klaar. Haal je de applicator eruit. Je moet hierbij wel zorgen dat je het kwastje niet aanraakt, want dan is gelijk je hele test verprutst. Je moet dan dus het kwastje terugtrekken. Je doet het dopje terug op de applicator. Deze doe je in het bijgevoegde zakje. Die sluit je. En dan doe je hem in de envelop. En je doet hem op de bus. Postzegel is niet nodig. Dus ja, het is op zich heel simpel. De uitslag kan 1 weekje of 4 duren. Het staat ervoor. Maar ik kreeg de uitslag al binnen 1 week. En ik heb dan zelf een PostNL app. En ik kon dus al zien dat er een brief aan zat te komen van het bevolkingsonderzoek. En ik dacht, oh shit, de uitslag. Ik vond het toch wel heel spannend om deze brief te openen. Want ik dacht, ja, je weet niet wat erin staat. Toen ik de brief opende, zag ik dus dat er HPV was gevonden en ik dus alsnog naar de huisarts moest. Nou, wat is dus HPV? HPV staat voor, dan moet ik het eventjes, ik ben het even aan het opzoeken, want het is een hele mond vol. Humaan papillomavirus. Het is een geslachtsvirus eigenlijk. Waar 80 tot 90% van de mensen een keer te maken mee krijgt. Dus eigenlijk best wel een groot deel. En dit virus kan dus celgroei van huid- en slijmvliezen teweeg brengen. En ja, die kunnen dus kwaadaardig worden. In de meeste gevallen wordt HPV weer opgeruimd door het lichaam en is er niks aan de hand. Maar van eigenlijk de 100 vrouwen zijn er 2 vrouwen waar soms toch baarmoederhalskanker bij geconstateerd wordt. Nou, bij mij was dus dat virus gevonden. En ik moest dus naar de huisarts om alsnog een uitslagje te laten maken. Nou, ik heb me daar toen ook maar overheen gezet. Ik heb hem toen toch maar een afspraak gemaakt. Ik dacht, ja, als er dan toch echt iets zit, dan ben ik er misschien nog op tijd bij. Ik had eigenlijk een afspraak staan voor de week erna. Die zou op dinsdag zijn en de maand daarvoor werd ik gebeld door de huisartspraktijk dat mijn afspraak niet door wil gaan, want de hele praktijk had corona. Shit. Ik moet ook zeggen dat ik me op dat moment niet heel serieus genomen voelde, want ik heb toen ook aangegeven dat ik er best wel mee zat. Omdat er dus toch HPV was gevonden. Maar het werd echt een beetje afgedaan van, ja, maar een uitstraakje is niet zo belangrijk. En als je nu zou komen, zou je met corona de deur uitgaan. Tuurlijk, dat wil ik ook niet. Alleen, ik had wat meer begrip gewild. Dat misschien wat meer gerustgesteld willen worden door te zeggen van, joh meid, als zou het een beetje later gebeuren, zijn we nog op tijd. Maar het voelde een beetje alsof ik afgesnauwd werd. En ja, dat voelde gewoon niet heel erg fijn aan. Toen moest ik een nieuwe afspraak maken. Die kon pas voor 2 weken later. Want als je een uitstrijkje laat maken, mag je niet ongesteld zijn. En dit geldt trouwens ook voor de thuistest. Als je ongesteld bent, mag je deze ook niet uitvoeren. 2 weken later kon ik alsnog bij de huisarts terecht. Het werd gedaan door de assistenten en ja, dit gebeurt dan door middel van een eendenbek. Ze gebruiken bij mijn huisarts gebruikten ze een metalen eendenbek. Die werd eventjes wat warm gemaakt onder de kraan. Ze liet mij even voelen bij mijn been of het de goede temperatuur was. Nou, die wordt dan ingebracht en dan nemen ze dus wat cellen af, of weefsel moet ik zeggen. En dat wordt ook weer opgestuurd. Ik had na het uitstruikje bij de huisarts best wel wat bloedverlies, moet ik zeggen. Ik heb zeker wel 1,5 dag daar last van gehad. Dus toen zei ik ook, nou, wat nu? Ja, er wordt nu gekeken of je HPV hebt. Ik zeg, nee. Ik zeg, maar dat is al vastgesteld door die thuistest. Oh ja, dus ik dacht, misschien was inlezen ook wel even beter geweest.
Nou ja, toen gingen ze dus kijken of er dus eventueel verkeerde cellen aanwezig waren. Dit kon zo'n 4 weken duren, maar ik was zelf nogal positief, want ik dacht, ja, ik had de uitslag van de zelftest had ik binnen een week al binnen, dus misschien is het ook wel eerder. Nou, dus ik ben eigenlijk gaan wachten en ik moet zeggen, de tijd dat je wacht op de uitslag vind ik echt dodelijk bijna. Het is zo vervelend dat je zit te wachten op de uitslag. Je gedachten gaan alle kanten op. En de tijd streek voorbij. Er waren inmiddels al zeker 3 weken voorbij en ik had nog steeds niks gehoord. En ergens dacht ik, nou weet je, als er echt wat erg zou zijn, had ik toch vast al wel wat gehoord. En nou, ik probeerde het nog positief te zien. Tot 8 december. 4:15 'smiddags, ik werd gebeld door de huisartsenpraktijk. En toen dacht ik, oké, dit is niet goed. En inderdaad, zij vertelde mij dat er dus toch wat cellen waren aangetroffen. Ik had PAP3A2. En dit houdt in dat er wat licht tot matig afwijkende cellen zijn gevonden en dat dit verder onderzocht moest worden bij de gynaecoloog. Dus ik moest naar het ziekenhuis. Nou, ze ging ook gelijk een doorverwijzing maken. Ze zei wel direct, dit hoeft niet te betekenen dat je kanker hebt, hè? Dus nee, nee, maar ja, goed, hè? Je gedachten gaan nog verder. Nou, ik mocht even aangeven welk ziekenhuis ik wilde. En ik koos het ziekenhuis wat het dichtst bij mij in de buurt was. Die had ook de minst lange wachttijd. Duurde alsnog 17 dagen. En dan zijn 17 dagen echt wel heel erg lang. Want het liefst met zo'n diagnose wil je de volgende dag al bij het ziekenhuis staan. Maar ja, zo werkt het helaas niet. Het ziekenhuis zou contact met mij opnemen over wanneer de afspraak zou zijn. Nou, ik heb toen even met Nathalie gebeld en ook gezegd, ik moet naar het ziekenhuis. En ja, ik moet even kijken met vervoer. Toen zei ze eigenlijk al direct, nou, ik wil wel mee. 2 dagen later logde ik in bij het ziekenhuis waar ik dus had gekozen heen te gaan. En zag ik dat er een afspraak gepland stond voor 31 december om 4:30 'smiddags. Dus ik heb toen Nathalie gebeld om de datum door te geven. Toen zei ze ook van, nou ja, je zou nog kunnen bellen om eventueel te vragen of ze eerder op de dag een plekje hebben. Of misschien eventueel eerder in de week. Dus dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Ik heb toen gebeld naar het ziekenhuis. Nou, ze hadden eigenlijk niet eerder plek. Ik had ook wat vragen. Ook van, ja, wordt er gelijk wat aan gedaan? Mocht er wat zitten? Of gebeurt dat niet? Omdat het eigenlijk toch een soort van feestdag is. Nou, deze dame kon mij een hele goede uitleg geven. Ze zei ook, ja hoor, als er echt wat zit wat behandeld moet worden, wordt dat gelijk gedaan. Dus daar was ik op zich wel opgelucht over. Maar de 17 lange dagen begonnen. Ja, de feestdagen zitten ertussen, de kerst. En de week voordat de afspraak was, heb ik ook heel slecht geslapen. Ik begon echt te merken dat ik gewoon niet goed sliep. Ik ben wat dingen op internet toch gaan opzoeken. Is eigenlijk helemaal niet aan te raden. Maar je wilt eigenlijk wat ervaringen weten van anderen. Maar ja, die zijn zo divers. En eigenlijk de ervaringen die ik las, die waren allemaal vrij negatief. Dat die mensen daadwerkelijk dus echt kanker hadden gekregen door deze uitslag. Nou, het werd 31 december. Nathalie en ik gingen naar het ziekenhuis toe. We waren wat aan de vroege kant, maar ja, beter te vroeg dan te laat. Dus we zijn op een gegeven moment in de wachtkamer gaan zitten. Ik zou om 4:30 de afspraak hebben. En ik wist ook niet met wie ik de afspraak had. Had ik een man, had ik een vrouw? Daar zag ik ook heel erg tegenop als ik een man zou hebben. En natuurlijk, die man die doet dat ook dagelijks. Die ziet dagelijks dit soort dingen, maar ja, dat maakte de drempel nog hoger. Maar ja, het was op een gegeven moment 4:15. Dus ik zei tegen Nathalie, goh, zal ik het anders eventjes gaan vragen? Ja, of er een uitloop is. Ja, zegt ze, doe maar. Dus ik ben dat gaan vragen. Toen kon zij mij al wel vertellen dat ik een afspraak had met een vrouw. Maar dat er inderdaad een uitloop was. En dat het zeker nog een kwartier kon duren. Dus nou ja, toen gingen we toch maar weer zitten en op een gegeven moment vertrokken er een paar mensen uit een behandelkamer.
Toen kwam dat meisje naar me toe die ik had gesproken van, nou, de vorige patiënten zijn net vertrokken en jij bent nu de eerstvolgende. Nou, toen werd ik binnengeroepen, we mochten plaatsnemen, ik kreeg eerst wat vragen en die moest ik beantwoorden. Nou, toen kon ik me omkleden en kon ik in een stoel gaan liggen, wat heel gek was, want daar liggen dus van die steunen op, waar ik nog nooit mee te maken had gehad. Ik had een gynaecoloog in opleiding overigens. Nou, ze vertelde ook wat ze ging doen. Ze ging allereerst weer een uitstrijkje maken, maar het verschil wat ik gelijk al merkte is dat ten eerste het waren echt twee hele lieve dames. Dat viel me echt op, dat vond ik ook heel erg fijn. En ik kreeg weer die eendenbek, maar deze was van kunststof en ik had nu ook een vrij kleine eendenbek. En ik weet niet of dat bij de huisarts nou ook een kleintje was of toch een grotere. Dus dat merkte ik al wel het verschil. Dus ze heeft eerst een uitstrijkje gemaakt. En daarna werd er een inwendige echo gemaakt. Voelde ook heel gek. Je kan dan meekijken op een scherm, maar alles is zwart-wit. Dus ja, zelfs zie je daar niet heel veel op. Want je hebt daar niet voor geleerd. Ze zei wel dat het slijm wat dikker was dan aan de andere kant. De ene kant was wat dikker en de andere kant wat dunner. Maar ja, dat kon ook wel voorkomen bij meiden van mijn leeftijd, zei ze. En nou, toen gingen ze dus nog een onderzoek doen waarbij ze wat azijnzuur gingen aanbrengen. Dat kon wat prikken, ik heb er zelf niks van gemerkt. En het moest even indrogen en daarna gingen ze met eigenlijk een soort apparaat kijken of dat ze dus wat konden zien. En ook hierbij kon ik meekijken, want er zat een camera bij. En ik keek eigenlijk mee en ik zie helemaal niks. Ja, ik zie vooral bloed, want ik bloed vrij snel. Maar ik zie eigenlijk helemaal niks. Ja, aan de rand zat een heel klein wit randje, maar dat was het ook. Dus eigenlijk zei ze ook wel vrij snel, nou, het ziet er best wel rustig uit. Toen hebben ze de gewone gynaecoloog gebeld die volledig afgestudeerd was en dat hij ook even mee kon kijken. Dus die keek ook mee. En dat randje, dat was ook weer verdwenen, die witte. Die kwam soms weer terug. Dan was hij weer weg. Die speelde een soort van verstoppertje. Nou ja, toen zei zij ook eigenlijk, toen zij had gekeken, nou, we gaan het ook niet behandelen. Over een jaar kom je maar weer terug. Er was bij mijn uitstrijkje ook een infectie gevonden. Een bacteriële infectie. En daar heb ik ook naar gevraagd, maar dat kunnen ze verder niks mee. Hoeft er ook niet behandeld te worden. Dat vind ik nog steeds wel een beetje gek. Dus ja, dat snap ik eigenlijk nog steeds niet helemaal. Konden ze me ook geen antwoorden opgeven. Nou, toen kon ik me weer gaan omkleden. Ik moet zeggen dat het in het ziekenhuis ook veel beter geregeld is. Want je hebt een omkleedruimte. Dat had ik bij de huisarts niet. Daar is ook een toilet, daar liggen ook maandverband en dat soort dingen wat je kan gebruiken, omdat ik toch wel weer wat had gebloed. Maar het was wel gelijk een stuk minder als bij de huisarts. Maar dat komt ook omdat ze al best wel veel hadden weggehaald. Nou, toen kon ik nog wat vragen stellen, maar die had ik eigenlijk niet meer. En toen moest ik nog even een afspraak maken voor de uitslag van het uitstrijkje. En als ik deze video opneem, heb ik die uitslag nog niet. Ik denk als ik deze video edit dat ik hem wel heb, dus dan zou ik hem nog eventjes in een apart beeld neer kunnen zetten wat de uitslag daarvan was. Dat is eigenlijk ook gelijk mijn ervaring met het bevolkingsonderzoek. Heel erg geschrokken in eerste instantie, maar wel eigenlijk heel gerustgesteld dat het uiteindelijk toch niks was. Niet iets wat behandeld hoefde te worden. Ik blijf onder controle staan. Ik moet volgend jaar gewoon weer terug. De controles zullen plaatsvinden in het ziekenhuis. Ik krijg daar vanzelf weer een oproep voor, maar ja, ik was heel opgelucht toen ik daar ook weer het ziekenhuis verliet. En dat was wel heel fijn. En Nathalie zei ook al van, ik denk dat het niks is. Dus ja, ik denk dat het wel wat is. En Nathalie kreeg toch gelijk. Dus ja, het was wel heel fijn dat de uitslag dus was.
Nou, dan was het eigenlijk ook gelijk mijn verhaal omtrent het bevolkingsonderzoek. Ja, toch anders verlopen dan ik had gedacht. Best wel veel ineens moeten ondergaan. Waarbij je normaal eigenlijk je helemaal niet prettig bij voelt. Maar je doet het, want ja, je wil toch dat het ja, eigenlijk goed onderzocht wordt. Heel opgelucht dat het niks is. Ja, ik hoop gewoon eigenlijk met deze video dat ik wat meer heb kunnen vertellen over hoe, ja, wat je te wachten staat als je misschien een afwijkend uitstraatje krijgt. Ja, het kan natuurlijk ook gewoon goed zijn, maar ik denk dat het toch wel belangrijk is dat ik mijn verhaal heb gedeeld. En dan weten jullie ook gelijk wat er een beetje heeft gespeeld, want ik heb de laatste paar weken in de vlogs heb ik me er ook minder prettig over gevoeld. En heb ik ook altijd gezegd, ja, ik wil er eigenlijk nog niks over zeggen. Maar ik ben nu toch wel blij dat ik mijn verhaal heb kunnen delen met jullie. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of jullie misschien zelf alles hiermee te maken hebben gehad. Of dat je altijd, ja, juist gewoon helemaal niks hebt ervaren. Ik hoop natuurlijk het laatste, want je gunt dit niemand. Het is ook echt heel erg stressvol. Ik merkte aan mezelf ook gelijk dat ik door de stress weer wat ben afgevallen. Mijn broeken gingen groot zitten. Maar ja, de opluchting is zo groot als het dan toch goed is. En oké, ik blijf nu onder onder controle staan. Ja, en je hoopt gewoon eigenlijk dat de HPV wordt opgeruimd door het lichaam. Ja, ik wil je in ieder geval voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!